50 uur lang de 2000 mooiste songs ooit gemaakt. Gekozen door jou. Op NPO Radio 2 hoor je nu de top 2000. De top 2000. Ja. Het is 25 december 2017. De Tommy-tune die loopt op de achtergrond. Het kippenvel is daar. En zojuist heb ik met een mashup. Ja, mocht je naar de radio alleen luisteren. Ik heb geprobeerd om met een platenspeler en met een draaitafel en met een piano 25 platen in 3 minuten te persen. En het is aardig gelukt, moet ik heel eerlijk zeggen. Welkom bij de Top 2000. We gaan over niet al te lange tijd de Top 2000 openen. Ik geef het ongeveer een minuutje. Maar laten we nog eventjes netjes samen met je de line-up van de Top 2000 met je doornemen. Want welke DJ's ga je horen? Nou, tussen 12 en 2 op deze zender hoor je Gijs Taverman. Tussen 2 en 4 Annemieke Schollaert. Dan tussen 4 en 6 Ruud de Wild. Dan duiken we de avond in tussen 6 en 8. Wout van der Goes. 18 is voor Stefan Stassen. Dan tussen 10 en 12 Jan-Willem Roodbeen. En dan wordt het dat donkere uurtjes met Evelien de Bruin tussen 12 en 2. Tussen 2 en 4 Silke Zijbe. En tussen 4 en 6 de enige echte Frankie van het Hof. En dan de ochtend met Gerard Ekdom. En dan mag ik elke dag presenteren tussen 9 en 12. Oké. Ik vond dit eigenlijk al genoeg dienstmededelingen so far. Ik kijk eventjes het Top 2000 café in. Volgens mij is het hele café er ongeveer klaar voor. Zijn wij er klaar voor? Hoppa! Zijn we klaar om af te tellen? Haal een hele diepe teug uit, want daar gaan we namelijk. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Here we go! Hoppa! Lekker dit! De nummer 2000 van de Top 2000 klinkt. En we zijn officieel vertrokken. We zijn los. Een reis door het prachtige muzikale landschap wat jullie hebben geschapen. Dank voor het stemmen. Dit is de Top 2000. De Top 2000. Shaka Khan. Nou, de dame met meer haar op haar hoofd dan iedereen in de Top 2000 café ongeveer bij elkaar, denk ik. Ik heb in het achtergrond van I'm Every Woman zit trouwens, Whitney Houston. Goed te horen. Die het liedje later nog redelijk succesvol zou vercoveren. Hè? Voor The Bodyguard was dat. Wat lekker. Het is 13 over 9 en we zijn begonnen met de Top 2000. Waar volg je ons? Natuurlijk op NPO Radio 2. Nou ja, weet je, de zender waarmee we uitstralen en zo. Daar kun je ons natuurlijk goed horen. De hele week via nporadio2.nl. Je kunt allemaal live beelden bekijken. En check ook NPO Cultura. Bij de meeste aanbieders momenteel gratis te ontvangen. En gebruik ook vooral die NPO Radio 2 app. Dan hoef je nooit meer losgekoppeld te zijn van ons. Overal waar je ook bent hoor je de Top 2000. Lees je de beste berichten over de Top 2000. En wat we ook leuk vinden, stuur even foto's en audio-appjes van hoe je de lijst aan het beleven bent. Dan kunnen wij dat hier in de studio ook allemaal weer zien. Want ik zie op dit moment gewoon een topgevuld Top 2000 café. Maar ik zie jou niet. Al heb ik het vermoeden dat het geniet al wel begonnen is. Tot 31 december, 12 uur 's nachts, is dit de Top 2000. Ja, en dan nummer 2000 zitten we vanzelf bij nummer 1999. Amy McDonald, dit is Mr. Rock'n'Roll. Ronan Keating, When You Say Nothing At All. En Amy McDonald staat ervoor met Mr. Rock'n'Roll. Je zou denken dat zij gewoon een... probeer er iets bij te denken. Wat voor autootje heeft ze? Zal het zijn? Een Peugeotje 205? Iets in die trant? Nee. Zij is echt... zij is grote autoliefhebber. Zij heeft op de oprit een Ford GT staan. Twee Ferraris. En haar droom is een Bugatti Chiron van zo'n 2 miljoen euro. Maar moet ze nog wel even een hitje uitbrengen. En dat wil de laatste jaren een beetje schorten. Dat lukt nog niet helemaal. Het is de Top 2000 op NPO Radio 2. Goedemorgen. Ik heb een hele mooie binnengekregen van Peter. Die loopt al het hard op deze plaat. Op repeat, op repeat, op repeat. En voordat je weet heb je een marathonnetje gelopen. Op de Stone Roses. Sam en Dave. Trouw, toen ze in de auto zat, op weg naar het hotel waar de huwelijksreis startte. En op de radio hoorde ze Little Red Corvette van Prince. En ze vond die synthesizer zo lekker klinken, dat ze spontaan inspiratie kreeg. En Prince hoorde er uiteindelijk van. Die is toen onaangekondigd de studio binnengekomen. Terwijl ze het liedje aan het opnemen was. En zonder de credits te willen heeft hij toen de synthesizer ingespeeld. Ze staat niet op de plaat. Hij eiste trouwens wel 50% van de royalties. Dus hij heeft er wel aan verdiend. Zo is hij dan natuurlijk ook wel weer. Dit is die plaat van Prince.